gekregen van de Mark Hermans van alsjeblieft, je bent goed, laat het niet liggen. Hè. Als je je goed voelt, waarom zou je dan niet meedoen in een gevecht voor winst? Daar heb je wel eens een keertje recht op. Paulus met hier Bart wel eens de twee mannen van Telenet. Op een parcours dat niet veel kunstmatige hindernissen nodig heeft. Ik vind het meer dan interessant genoeg, zeker bij dit weer. Dat zal wel zijn, in deze omstandigheden zeker, dus maar voor de rest. Ja. Niel is nu eenmaal, ik zal niet zeggen een saaie cross, dit is gewoon traditie, dus daar is niet meer van te maken. Dus hetgeen dat ze hier te bieden hebben, is dikwijls die weersomstandigheden tegen hebben. Dus voor de crossen dat dan wel heel, heel mooi en voor de kijkers ook natuurlijk. En voor de rest de Rubeldijk een paar keer op, dus voor de rest heeft deze cross niet meer nodig.